met het ANP-nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Net over de grens in België is een Nederlander door de politie doodgeschoten. Het zou een ontsnapte jongen zijn uit de jeugdgevangenis Breda. En hij zou twee bewakers hebben gegijzeld en er toen vandoor zijn gegaan. De Nederlandse politie had de Belgische collega's getipt dat hij eraan kwam. Die stopte hem en toen werd er geschoten. Brancheclub In Retail vindt het fantastisch dat de burgemeester van het Achterhoekse Oude IJsselstreek niet gaat handhaven als winkels zaterdag opengaan. Het geeft aan dat Nederland klaar is met de lockdown. Dat juist een burgemeester dit zegt is volgens In Retail ook belangrijk. Die staat midden in de samenleving en weet wat mensen willen. In Haarlem is een herdenking aan de gang voor de 17-jarige Sam die vorige week in het water viel en verdronk. Honderden mensen lopen vanaf het station van Heemstede naar de Leidse Vaart, waar de jongen gevonden werd. De ouders van Sam lopen niet mee met de tocht. Ze vinden het te zwaar. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Allison Annen, is ontslagen. Ze lag al een tijd onder vuur toen speelsters uit de school klapten over intimidatie en een zwijgcultuur bij Oranje. De hockeybond neemt die klachten zeer serieus en wilde de problemen met Annen aanpakken, maar dat is niet gelukt. Het Radio 10 Weer van Weer.nl. Opklaringen in het noordwesten, elders wolkenvelden en ook mist en nevel. In Limburg een graadje vorst, aan zee niet kouder dan een graad of 4. En kijk voor meer weer op weer.nl. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp 5 kilometer. Vanwege bergingswerkzaamheden zijn de twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Overal in Brabant. De grootste hit van de tijden. Radio 10.